Vertel even wie jullie zijn. Wie zijn wij? Mijn naam is Wahida Nasser. En dit is Farangiz Ossenaat. Ik ben collega van Wahida. We zijn van organisatie Harmonie in Hulp en Zorg in Ede. Wat zouden jullie willen vertellen? Wij willen eigenlijk vertellen wat is de organisatie van ons, Harmonie in Hulp en Zorg. En wat willen bereiken en hoe hebben wij dat opgericht en wat willen wij eigenlijk met onze organisatie bereiken. Dat lijkt een heel lang verhaal te worden, maar vertel het eens in het kort. In een kort dat Harmonie in Hulp en Zorg is opgericht door mijn collega Wahida en ik. In 2011 in Ede. En aanleiding van de oprichten van de organisatie was onze levenservaring. Mijn collega en Wahida, we zijn vluchtelingen uit Iran. En wij kwamen in Nederland. En daar hadden wij een beetje moeilijkheden in het begin. Wij kwamen van een wij-cultuur naar een ik-cultuur. En alle die vaardigheden, normen en waarden dat wij in Iran hadden, werkte niet meer. En op een gegeven moment, we liepen vast. En daardoor hadden wij het gevoel, hoe moeten wij onze lotgenoten in dit gebied helpen? En hoe doe je dat dan? Hoe help je je lotgenoten? Dat wij hier gaan vertellen. Ja, hoe doen wij gewoon dat en helpen? Onze cliënten komen vanuit de huisartsen. ROC en mondreclame via mensen en kennissen komen gewoon bij ons als allerlei gebieden, problematiek in maatschappij. Wat hebben ze? Dan komen bij ons en wij gaan gewoon ze in alle leefgebieden helpen. En dan gaan jullie helpen om te leren van jullie komen uit de wij-cultuur, dit is de ik-cultuur in Nederland. Dat is niet alleen, dat, gewoon aan, dat is gewoon participatie, integratie. Hoe gaan ze gewoon in andere landen gewoon zichzelf beter voelen, beter leven en beter functioneren. Kun je aangeven wat je daarmee bereikt? Wat bereiken wij mee? Daar bereiken wij heel veel. Wat willen wij bereiken? Ik heb net gezegd van onze levenservaring. We zien dat hoe andere mensen met andere cultuur, met welke redenen, die gaan vastlopen in deze maatschappij. Dus wij willen eigenlijk de mensen helpen dat de weg vinden in Nederlandse samenwerking. Dus daar hebben wij hulp nodig. En wat voor hulp heb je dan nodig? Ten eerste hebben wij samenwerking van andere organisaties, gemeenten en ziekenhuizen nodig als organisatie. En als persoonlijke hebben wij nodig om ook als twee vrouwen, dat ze hebben zich in Nederland zo goed opgeleid en ontwikkeld, ook extra ondersteuning krijgt. Wat zou je graag nog verder willen? Verder willen dat wij willen dat mensen van andere culturele achtergrond met minder risico en met betere advies ze kunnen in Nederland eigenlijk eigen weg vinden, want Nederland is helemaal ander land met regels, met norm, met waar en daardoor komen wij in probleem. Dank jullie wel. Heel goed.